Productvariaties en series zijn handig om te gebruiken, maar leiden vaak tot vragen. Daarom ga ik je zo meteen eerst uitleggen hoe dit technisch werkt. Dan hoe het in je webshop getoond wordt. En als laatste leg ik je uit hoe je dit goed invoert in CMS. We gaan ervan uit dat je drie maten hebt. 30, 40 en 50 centimeter. Vervolgens heb je de pot in drie kleuren. Wit, blauw en antraciet. Allereerst is het goed om te begrijpen dat je een product altijd opknipt. Dit is dus niet één item met 9 variaties. Nee, dit zijn eigenlijk drie producten in drie verschillende variaties. Je kunt als product kiezen voor de kleur en als variatie de maat. Of andersom, zoals ik je nu laat zien. We hebben gezegd, één product heeft maat 30 centimeter en daaronder hebben we drie verschillende kleuren. Wit, blauw en antraciet. Vervolgens hebben we ook de pot van 40 centimeter in het wit, blauw en antraciet enzovoort. Hoe werken productvariaties en series dan? Alle eigenschappen die niet afhankelijk zijn van de variatie stel je in op artikelniveau, zoals het materiaal en het aantal jaar garantie. En eventueel, als het een plant is, de beste standplaats en dergelijke. Eigenschappen die wel gekoppeld zijn aan de variatie voer je in op variatieniveau. In ons geval is dat dus de kleur. Een serie geeft daarbij weer een mogelijkheid om producten met bestaande variaties aan elkaar te koppelen. We gaan de series dus op maat koppelen. Variatie op kleur, serie op maat. Een goed voorbeeld van een variatie zie je bij deze kerstboom. Klik op het menutje en je kunt de verschillende hoogtes kiezen. Een serie heeft twee opties. Je kunt hier kiezen voor de maat, net zoals bij de kerstboom. Maar je kunt hier ook kiezen voor een andere kleur. Zoals je ziet heeft een variatie één keuze, bijvoorbeeld de maat, en een serie twee keuzes, bijvoorbeeld de maat en de kleur. Als we naar webwinkel gaan, producten, en we kiezen voor producten, zien we nu drie producten staan. En je ziet inderdaad 30 cm antraciet, 30 cm blauw, 30 cm wit. Dit zijn dus drie hoofdartikelen in drie verschillende kleuren. Hieronder hangen de variaties van 40 en 50 cm. Ik zal de eerste bewerken. We gaan naar beneden. En dan zie je hier de variaties. Ik zal de eerste inklappen. Je ziet hier 40 en 50 centimeter antraciet. We kunnen uiteraard ook een variatie 60 centimeter antraciet toevoegen. Dan klik je gewoon op nieuwe variatie en dan vul je de velden in. Ik zal je uitleggen hoe je ze moet invullen. Op basis van de 50 centimeter. Je doet net alsof je een nieuw item toevoegt. Dus je vult de naam in dit geval de 50 centimeter, de EIN-code, de BTW-schaal, de prijs en de voorraad. Immers, deze is altijd anders per artikel. Vervolgens klik je op geavanceerde variatieopties. Je vindt dan een aantal instellingen die gekoppeld worden aan dit item. Uiteraard of het artikel actief is of niet. Je kunt eventueel de link veranderen, dat raad ik je niet aan, maar het zou kunnen. Je kunt een video toevoegen. Daarbij adviseren we je eigenlijk altijd om YouTube te gebruiken. Je kunt nog een aantal andere dingen toevoegen, zoals de encode van de leverancier, een artikelnummer. En als we naar beneden gaan, zie je hier de afbeeldingen. Het is belangrijk dat je de afbeeldingen kiest die horen bij deze variatie. Dus wat er gebeurt, is dat je op artikelniveau afbeeldingen toevoegt. Dus dat is hier. En vervolgens kun je op variatieniveau kiezen welke afbeeldingen je wilt tonen bij deze variatie. In dit geval kiezen we ervoor om deze te tonen. Vervolgens kun je ook eigenschappen op variatieniveau toevoegen. Dat moet ik je even uitleggen, want je hebt ook gezien dat je eigenschappen op artikelniveau kunt toevoegen. Zoals ik je net zei, zijn de eigenschappen op artikelniveau altijd onafhankelijk van de variatie. Dus in dit geval bijvoorbeeld het aantal jaar garantie of het materiaal waarvan de pot gemaakt is. Immers, het materiaal is hetzelfde ongeacht de afmeting. Echter, de afmeting wil je wel als eigenschap op variatieniveau hebben. Dus dan gaan we naar beneden. Klikken we bij eigenschappen voor eigenschap toevoegen. En dan zou je hier bijvoorbeeld de maat, de hoogte of de lengte in kunnen vullen. Op deze manier zorg je ervoor dat de eigenschappen altijd goed getoond worden. Je voorkomt echter ook dat je alles dubbel moet invullen.
Als je nu naar de productpagina gaat van dit item, wordt de hoogte getoond van het variatieniveau en het materiaal van het artikelniveau. Als je nu naar het overzicht van artikelen zou gaan, zou je echter zien dat de naam van het artikel Ello Loft Urban Round Bloempot 30 cm antraciet is. Dat klopt echter niet, want je hebt hem in meerdere maten verkrijgbaar. Daarom kan je naar geavanceerde opties gaan en geef je naam in overzicht op. In dit geval gaat het om de Ello Loft Round Bloempot 30 cm en die plakken we. In dit geval halen we de kleur aan de achterzijde van de naam eruit en zal iedereen zien dat er meerdere variaties zijn van deze bloempot van 30 cm. Wat we nu ook willen doen is dat we een koppeling maken met de andere artikelen. Dan maken we dus de serie compleet en dat gaat dan om de potten van 40 en 50 cm. Als je naar beneden scrolt, zie je de optie productseries. In dit geval zit dit item al in de serie. Laten we nu een ander artikel gaan bewerken uit deze serie. Dan gaan we naar producten. Vervolgens klik je op bewerken bij het tweede artikel wat je wilt koppelen in de serie. Dan ga je naar geavanceerde opties en ook hier kies je voor dezelfde serie. Wat dus belangrijk is om te weten, is dat je eerst de variatie maakt en dan pas de serie. Je maakt de variatie aan op in dit geval kleur en de serie maak je vervolgens op maat. Je moet het wel consistent doen, anders wordt het een rommeltje in je webshop, maar het werkt erg goed als je het goed invult. En om je te helpen kun je onderaan de link van deze video een bestandje downloaden wat exact het voorbeeld geeft wat ik je nu laat zien met de Ello potten. Er zijn vele wegen die naar Rome leiden en er is dus niet één manier om variaties in series te gebruiken. Probeer het zelf gewoon eens uit, dan kom je erachter hoe het werkt en hoe het past in jouw webshop. In de volgende video ga ik je uitleggen hoe accessoires werken.